This past 3 years, we have almost nearly 4,000. Our target is 5,000. We still have 1,000 remain. Banjul ligt grotendeels laag, tot 1 meter onder de zeespiegel. Ook dit land is ernstig bedreigd door de klimaatwijziging. Het aanplanten van kokospalmen op het strand, een initiatief van de Stedenbond, groeit hieruit tot een levensbelangrijk project. Calais is kokosnootplanter bij de Stedenbond Oostende-Banjul. Hij is een van de founding fathers en specialist in de zogenoemde kweektuin voor baby kokosbomen. Maar er is hier de nursery, dat is eigenlijk echt wel de plaats waar dat er kleine planten worden verzorgd om te groeien. Vooraleer dat ze op het strand worden geplant. En anderzijds ook zieke planten worden hier naartoe gebracht en heel goed verzorgd door de verschillende tuiniers die we hebben. Het kokospalmplantprogramma is vitaal voor Banjul. Kokos staat hier voor levensnoodzakelijke functies. Dit is echt iets wat we moeten doen. Enerzijds om onze kust te gaan beschermen, maar ook omdat die kokosnoten, die balmomen op het strand, bieden ook schaduw, waardoor dat veel meer mensen ook op zondag met hun familie op een comfortabele manier naar het strand kunnen komen. Het is goed voor de biodiversiteit en ook het kan inkomsten genereren. Want ook opnieuw die kokosnoten kunnen verkocht worden voor kokosnootsap, die heel goed is tegen dehydratatie. En ook in het ziekenhuis krijgen mensen soms ook een kokosnoot om eerst wat kokosnootsap te gaan drinken, vooraleer dat ze geopereerd worden of zo. Een hele gemeenschap van jonge Gambianen ontfermt zich nu over het kokosbos, dat ook een toeristische troef vormt. Het voorkomt ook dat de stranden wegspoelen, net als helmgras bij ons. De Gambianen koesteren de palmen. If there is enough water, we give them plenty water. But at least 12 liters per coconut. Maybe 2 days, 3 days, 2 days interval. At the third day, you put another 12 liters. That's a big jerrycan. Yes, jerrycan, 12 liters. How many coconut trees you take care of? I take care of about 260 coconuts. Alleen in het regenseizoen is het rustiger. En zo zorgen tientallen tuiniers van de Stedenbond met passie voor dit project waar ze van leven. This job is very important for me. Number one is, we had that in few years time, the sea will take over Banjul. And I'm a Banjulian, so I want to be part of the one who are protecting Banjul from the sea rise or any damage caused by the sea towards Banjul. Het lijkt een druppel op een hete Afrikaanse plaat, maar de aanplanting toont dat de Stedenbond, net als op het verschrikkelijke stort van gisteren, zorgt voor mens en milieu. Oud-onderwijzer Ousmane Diop is al 20 jaar de Afrikaanse Stedenbond-coördinator. Those people, we found them unemployed. They were not engaged. They were not doing anything. So it is thanks to the project, we have engaged them. Okay, now employ them and then pay them thanks to the project. Because right now they don't even think of moving because they are employed, they are being paid regularly every month. And okay, now they are also taking off their families. En ook burgemeester Bart Tommelijn is overtuigd van de noodzaak. Ja, ik denk dat sommige Oostendenaars dat nog niet helemaal beseffen. Niet iedereen weet dat wij van de Europese Unie een enorm groot bedrag gekregen hebben om de klimaatverandering, de duurzaamheid hier aan te pakken. En we doen dat in onze eigen stad met een aantal initiatieven. Het klimaatbeleid, duinhelm aanplanten, verschillende dingen die we doen. Meer groen in de stad, dat is echt noodzakelijk. Iedereen weet dat. Je moet dat ook hier doen. Als je het enkel in Europa doet, je doet het niet in Afrika, je doet het niet in Azië, ja, dan krijg je natuurlijk problemen. Ondanks de weerstand bij sommigen waar ook Oostende mee kampt, kan een Stedenbond dus toch een win-win zijn.